En nog één dingetje wat we daar... Ja, de HJ schoollezing gaat zij ook doen, hè? Caroline gaat ze komende week doen. En dan gaan we horen hoe zij denkt over verschillende dingetjes. Ja. Jezilkes heeft het ook eerder al gedaan. Ja. En dus nu Caroline. Ja, ik herinner me nog steeds de HJ schoollezing van Buma. Maar die moeten mensen nog voor de aardigheid nog eens een keer nalezen. Dat was heel conservatief, toch? Oh man, dat was die tijd dat het CDA wilde ze rechts van de VVD profileren. Ook zoiets. Hoe kom je op het idee? Ja. De CDA heeft echt alles gedaan om zichzelf onmogelijk te maken. Dat is op zichzelf een uniek proces geweest. Ja. Overigens heeft Caroline ook nog even uitgelegd waarom ze dus nu... Want ze zit nu met vier... Want nu begint het politieke seizoen weer. Ze zit dus nu met vier zetels in de Kamer. Hè, omdat die mensen meteen naar haar overkomen. Dat heeft ermee te maken als ze zouden wachten tot de verkiezingen. Dat had onder andere ook met wachtgeld te maken. En nou, met allemaal lastige regels in politiek. Daarna gewoon ze toch dus... ook wel waar het werkelijk mee te maken had. Dat die lui, de PVV staat natuurlijk op verlies. Dat is in deze constellatie vrij voor de hand liggend. Hmm. En natuurlijk die club van jaar 21, die staat natuurlijk op verdwijnen. Dan hebben ze ook nog dan in haap nummer 2 gezet. Hmm. Ook na al dat klawijt vond ik dat ook nog niet zo handig, eerlijk gezegd. Dus ja, die zagen erbij wel hangen. Want het is een fijn baantje. Ja. Als je niks anders hebt in het aanbod, dan is het een fijn baantje. Ja. Nog even één dingetje wat we even moeten rechtzetten. Er zijn mensen die zeggen, ja, deze podcast is een promotie van de linkse combinatie GroenLinks-PvdA. Dat is die helemaal niet, jullie, toch? Jullie zijn we hebben helemaal geen stemadvies gegeven, sowieso niet. En we hebben geen, op dit punt, ik zal TZT zal ik bekendmaken waar ik op ga stemmen. En dan kun jij eventueel ook zeggen. Moet jij natuurlijk zeggen, ik stem totaal anders. Ja, ja, tegenovergestelde. Ja, precies, het tegenovergestelde. Maar je begrijpt waarom dit is. Omdat wij een normaal kritisch commentaar hebben op de Nederlandse politieke gang van zaken. Dat betekent in grote trekken, zeker voor rechts-Nederland, dat je een slaaf bent van de mainstream media. Die man weet niet waar hij het over heeft. Die man heeft nergens verstand van. Nou ja, dat is dit. Dat is de onredelijkheid van Twitter. Daar moeten we ons echt niet al te veel van. Sowieso moeten we. Is het hele idee dat wij een specifieke politieke uitzending maken, is een misvatting. Wij geven commentaar op de actualiteit. Ja, maar het is niet zo dat je... Dat is heel kritisch commentaar, maar ook verstandig commentaar. En omdat het verstandig commentaar is, vinden rechtse mensen het niet goed. Want ja, je weet, rechts heeft het patent op een soort van onaangename, agressieve onverstandigheid. Hmm. Maar het is niet zo dat jij kritisch bent op het omzicht om maar Frans Timmermans in een goed daglicht te plaatsen. Totaal niet, natuurlijk. Die indruk levert een het beetje. Het is een godswonder dat ik niet al te kritisch ben op omzicht. Ik ben, laat ik het dan nog een keer zeggen, voor alle duidelijkheid. Ik weet, het is moeilijk om te luisteren. Ik ben vooral positief over omzicht, omdat ik een kans zie om de VVD uit de cockpit te krijgen. We moeten een keer van de VVD af. Dat is het. De VVD heeft een onbeschrijfelijke hoeveelheid ellende aangericht. Oké, in samenwerking met, maar als leidende partij. Ja.